Goed, Yardpacks, je rijdt vandaag ook het WK mee. Gaat het goed? Ja, het gaat redelijk. Ja. We zitten niet helemaal voorin, maar we zitten erbij, laat ik het zo zeggen. Ja. Vertel, wat heb je tot nu toe gedaan? Ja, goed. Het begon goed de week. We zaten met trainen iedere keer toch wel bij de eerste drie. En tijdrijden was ik 13e algemeen. En nou de CS was ik 2x5 en 1x6. Dus subtop. Dat zit er toch heel netjes bij, want het is heel competitief veld. Ja, klopt. Ja. Met denk ongeveer 80 man aan de start is dat niet slecht inderdaad. Ja, ja. Nu ken ik je vader een beetje, zonder we net mee te praten. Die zegt, ja, Yard is een fantastische rijder, maar hij is zo eigenwijs. Klopt dat? Ja, zeker. Eigenwijs is ook wijs, hè? Ja, zo is het. Ja. Heb je veel aan je vader met afstellingen en dat soort dingen? Want hij heeft zelf ook jaren gereden. Ja, tuurlijk. Ja. Het is toch wel makkelijker als je met iemand praat die, die zelf weet hoe het werkt, dan met iemand die nooit in zo'n ding heeft gezeten. Ja. Dus daar heb je wel profijt van? Ja, absoluut. Absoluut. Morgen finales, wat denk je? Ja, het gaat regenen, hè? En je hebt een regenkart, vertelde je vader net. Die zijn natuurlijk helemaal klaar voor de regen. Die heeft misschien niet iedereen. Dan gaan we ervoor. Je denkt wel dat het in de regen dat je hoge ogen kan gooien. Ja, goed, ik ga natuurlijk altijd voor het maximale. En dat gaan we morgen ook doen. Maar je bent een goede regenrijder? De meeste gevallen wel, ja. We gaan het zien. Succes. Dankjewel. Ja.